Wing was ook al een sneaky, suspicious bitch. Hoezo, is dat gewoon de weapons te doen, Joe? Ik wil nog een keer... Ja, het imposter is leuk, man. Hou je bek, ik ben nog geen één keer imposter ik geweest. Ik een keer, Joe. Ja, ik één keer 10 seconden of zo. Ja, ik altijd. Lucas was 10 seconden, toen ging hij door Ben. Ja, maar ik ken het, Lucas, want ik had net hetzelfde. Oh. Ja, nou, dit is gaan we zo verdacht vinden nu. Omdat het ik al heb gezegd. Oké. Okay. Deze even faken. Ah, download ik nog 1, 2 seconden. Nou ja. Dan gaan we nu naar rechts. Dan gaan we de lichten eventjes doen. Get fucked. Ik kwam in een gangetje. Daar onderin. Bij, hoe heet het? Communications. In het donker. En ik zag in de verte. Nee, niet in de verte. Ik zag... een body liggen en dat was Guido's body. Net toen de lichten weer aangingen. Is het nou nu weer, niet weer de 4e of 5e keer dat Guido's eerste doodgaat? Zo sad. Ik stond met Scadi in admin. Ik zag alleen. We stonden wel even stil. Hoe lang geleden was dat? Stilstaan? Wat? Hoe lang geleden was dat dat je met Scadi daar zat? Nou, nu gewoon, terwijl het geen report was. Ik kwam Baron tegen uit die electrical ruimte, maar hij zat niks te doen in die electrical ruimte. Ik zag alleen in cafeteria, daarbovenin, zag ik Lucas. En toen Lucas en ik gingen richting naar beneden, naar links, toen de lichten uitgingen. En Guido was er op het laatste moment nog ook bij. Dus ik denk dat hij... Ja, maar waar ging jij naartoe dan? Ik ging ook naar links. Ik ging naar links en naar beneden en ik dacht van... Hey, dit is wel een mooi moment om voor de killer iets te killen in een gangetje. Dus ik ging eventjes zoeken, want ik zag jou gaan naar de electrical. Wat? Nee, ik ging naar admin. Ik stond bij admin, letterlijk, met Scali. Ja, die richting bedoelde ik. Daar was jij niet. Wie heeft dan de lichten gedaan? Die wires te fixen. Toen ik in die ruimte met die wires zat, stond Bawan er ook. Maar toen gingen de lichten uit. Maar ja. Maar ik, voor die tijd, voordat die lichten uitgingen, had Bawan eigenlijk al de mogelijkheid gehad om die wires te fixen. Maar dat deed hij dus niet. Dat deed ik wel. Dat deed jij dus ook niet. Want jij ging dus naar admin. En wie heeft de lichten dan gefixt? Ik uiteindelijk. Maar het duurde fucking lang. Want dat is wat Scadi zegt. Nee, uiteindelijk heb ik het gefixt. Nee, want hij heeft het niet gedaan. Ja, Wink, jij hebt het niet gedaan. Want jij ging weg naar admin. Ik heb die wires gefixt. Skipfout. Nee, want jij stond toen bij admin. Jij stond boven. Ja, maar daarvoor had ik die wijs gefixt, dus... Sus. Ik weet niet, man. Voor mij is Lucas of Milan sus. Ik vind Baron nog sus. What the fuck? Het is Milan, Wing. Het is Milan. Ja, hoezo? Het is Milan. Hoezo? Het is Milan. Ik was zo fucking traag met naar die plek toe te gaan. Want ik ging eerst naar die emergency room om dat te drukken, de button. Maar ik zag, de sabotage ging aan terwijl jij samen met Lucas aan het rondlopen was. En dat zag ik op de security cam. Toen ging die sabotage aan.
Wat wil je daarmee zeggen? Ding. Jij was aan de lennen toch toen die sabotage ging? Samen met Lucas. Ik denk... dit is namelijk de laatste vote. Want als ze niet voten, dan heeft sowieso de killer waarschijnlijk gewonnen. Wat ik denk... is Bawan, die heeft zo'n hoog IQ. Hij doet een PhD. Hij waar staat dit nou weer op? Nee, dit slaat wel ergens op. Jij was met Wing, zeg je, in die admin. Klopt dat, Wing? Nee, dat heb ik nooit gezegd. Wel, dat zei je net. Lucas zat met Wing in die admin. Ik zat waar met was Wing jij dan? In Electrical. Ik zat in Wing daarvoor met Electrical. Ja? In deze ronde heb ik naar de security gekeken. En toen de security, toen zag ik Wing samen met Lucas rennen terwijl de ding afging. Terwijl de sabotage afging. Ja. Wat was jij aan het doen toen de sabotage afging? Ik? Ik was rechtsonder in... Garbage Disposal. Of nee, het was onderin. Bij de Garbage Disposal was ik. En toen die oxygen afging, ging ik naar rechts toe. Via rechtsonder. Ik ging niet via admin. Ging ik rechtsonder. Ik kwam naar boven. Ik zag de body al liggen, dat klopt. En toen ging ik even kijken, zag ik iemand weglopen? Ik heb niemand weg zien lopen. En toen zag ik... Wacht, maar dan kan het Squaddy geweest zijn, want ik zag hem samen met, Lux rennen. En nu vindt hij mij opeens wel... Ik zit net naar jullie nog niet aan te luisteren. Maar want toen die alarm afging, was jij de enige die gewoon helemaal stil stond? In de security room. En daarom zag ik jou rennen. En jij rende met Lucas. En Lucas leefde toen. We moeten foto hier. Het is Wing. 100%. 100%. Nice. Wie dan? Als jij het was, heb je het echt goed gespeeld. Oh my god. De imposter is puppet. Waarom ging je niet mee met mijn sabotage verhaal? Oh, waarom doe jij het ook zo suspicious, man? Wing. Holy shit, man. Eigenlijk draag je echt een schurk. Zo mooi gespeeld. Bawan is de imposter's puppet. Er zaten zoveel gaten in mijn verhaal. Ja, maar Milan, je killde mij en je loopt echt recht naar die andere toe. Ik dacht echt van, oké, hij is klaar. En dan meteen van, oké, het is Milan. Ik dacht, oké, klaar. Maar echt. Wat? Ik weet niet hoe ik mijn ruimte heb geluld. Nee, ik weet niet. Gewoon weer Wing imposter, man. Altijd. Ik heb al de hele tijd niemand gezien. Volgens mij zag ik Bawan teleporteren van Electrical of zo, maar naar. Ik weet niet meer wat daar beneden, maar naar. Met B. Met B is daarboven. Ja. Met B is daarboven. Maar er zit geen doorgang tussen die twee, toch? Nee. Nee. Waarom? Bawan? Maar volgens mij. Nee, Bawan niks volgens mij. Nee, laat zijn verhaal. Laat hem zijn verhaal doen. En dan foto hem gewoon weer uit. Warm brengen. Jammer, joh. Slechte timing. Ja. Ja, dat kan je niet helemaal. Ik skip out. Wat is dit nou weer? Zo jammer. Zo slechte timing. Ja. Hoe zag je het? Waar zag je het? Admin. En daarna ik race er naartoe. Als je me toen had gekillt, had je me kunnen silencen, maar... Ik kon niet meer. Ik wilde je toen killen, maar ik kon niet, want ik had cooldown. Ik had met Dino's. Weer... Dit is de tiende... Wat echt... Milan en ik heb door de security tegelijkertijd door een vent zien gaan, dus jij bent het punt. Ik zag Lucas transporteren van de weapons naar die andere ruimte. Lucas, wat nu heb je in je weapons? Lucas, en zijn er nog steeds op je? Fuck my life. Jesus Christ.
Milan en ik echt gelijk. We zagen Lucas in die vent gaan en Baban en ik zo, let's go, let's go, let's go. We gingen echt tegelijkertijd sluiten we en rennen we gewoon met z'n tweeën weg. En zo van, oké, ik heb genoeg gezien. Ik heb genoeg gezien. Ja, nee, dat kan ik niks tegen inbrengen. Ja.